Spaniel en de Sussex Spaniel. De Labrador Retriever, de English Springer Spaniel en de Curly Coated. En dan hebben we er 6. Graag uw applaus voor de prachtige honden die de ring verlaten met al onze felicitaties. Proficiat. English Springer. C'est un leveur de gibier, comme on dit en français. Het is een opstoothond die het wild dus opjaagt uit diepe dekking. En dat zijn alle spaniels, ook de volgende. De Engelse Cocker Spaniel. Attentie, dames en heren. Willen de beste juniors van het ras zich nu melden in de voorkeuring AMB? Attention, please. The best junior of the breed now in the pre-dressing ring AMB. Dit is de Engelse Cocker Spaniel. En als u het kleurgenetisch gaat bekijken, zouden er 36 verschillende kleurenvariëteiten kunnen zijn. Dat is heel wat. Maar ook hij is een opstoothondje. Een drijfhondje dat het wild uit de dekking moet drijven. Altijd actief met dat staartje. En zo moet het ook. En dan komt zijn, zijn halfbroertje. Kozijntje is te ver. Dan komt de American Cocker Spaniel. En tot 1947, until 1947, the standard of the English and the American Cocker were identical. En ook hij is zeer actief en merry. It's very merry and it has to be like that. The Sussex Spaniel. Sussex in Great Britain. There is he coming from. Je ziet hem niet zo frequent, laat ons eerlijk zijn. In het jachtgebied heb ik hem nog nooit gezien. Het zou echt welkom zijn een keer een Sussex het werk te laten doen. Want hij is ervoor gemaakt. Alleen de klumber is nog wat zwaarder dan deze Sussex. De klumberspaniel, zag u dat straks? En ook hij, dat wiebelende staartje. De Labrador Retriever. Toegewezen aan Engeland en allicht terecht. Maar eigenlijk tezamen met de Newfoundlander ontstaan rond de wateren van het eiland Labrador. Met als hoofdstad St. John. Vandaar dat hij vroeger ook St. John's Dog werd genoemd. Hij bestaat in het zwart, in het bruin en in het geel. Wel heel veel te zien in het jachtveld. De Labrador Retriever. En de Curly Coated. Zijn naam is makkelijk te ontleden. We kijken hem even en je ziet onmiddellijk van waar zijn naam komt. Hij is Curly Coated. Hij heeft krolletjes. Misschien wel een van de minst bekende retrievers, samen met de Chesapeake Bay. Zou wat populairder mogen worden, allebei. De Curly Coated Retriever. De apporteerspecialist bij uitstek. Samen met zijn collega's, retrievers natuurlijk. Three we need.
de selectie. De Sussex Spaniel. De American Cocker. En die English Springer Spaniel. En graag een applaus voor de drie prachtige honden die de ring verlaten. Groep 8. Retrievers, waterhonden en spaniels. De derde plaats, de third place, is voor die English Springer Spaniel. En faites vos jeux. Ik geef u nog enkele seconden wat je denkt. De winnaar is, en die komt straks terug, die American Cocker Spaniel. En op nummer 2, de Sussex. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.